Nou, wat je ziet is een toename in de dumpingen. We zien een toename in de opslaglocaties, in de laboratoria die we aantreffen. Je ziet daar eigenlijk uit dat het steeds groter lijkt te worden. En is dat iets van de laatste maanden of van de laatste jaren? Het is eigenlijk al iets van de laatste jaren, wat de laatste jaren al speelt. Maar de laatste maanden heeft het ook erg veel media-aandacht. En lijkt het voor ook de burger met name steeds duidelijker en steeds zichtbaarder te worden. Mm-hmm. En dan gaat het om ecstasy, amfetamine of ook andere producten? Van oudsher zitten we wat meer in de ecstasy en amfetamine in Brabant. Maar je ziet wel ook dat de crystal meth, de methamfetamine, de GHB, de heroïne, cocaïne, dat je daar wat meer productielocaties voor krijgt die daar zich mee bezighouden. Dat is wel nieuw? Het is nieuw dat het steeds meer begint te worden. Dus dat we het op grotere schaal gaan aantreffen en wat meer in heel Brabant eigenlijk. En daar gebruiken ze ook weer veel meer chemicaliën voor, met nog meer risicovollere stoffen, waardoor het probleem, het was al een groot probleem en het was al risicovol, maar het wordt alleen nog maar groter met hoeveel meer stoffen er op de markt komen. En ook dat is weer redelijk eenvoudig te verklaren. Er is gewoon heel veel vraag naar dat soort verboden stoffen. Die vraag die is onverzadigbaar en er zitten gewoon een flink aantal, toch wel slimme criminelen die daar handig op in lijken te spelen door aan die vraag te gaan voldoen en deze stoffen te gaan maken. Nou, met name de omvang van de laboratoria is steeds groter. Dus wat we aantreffen is gewoon qua hoeveelheid die daar ter plaatse gemaakt kan worden al veel groter. Dus van daaruit denk ik wel dat er een toename in zit. Hou er goed rekening mee dat 80-85% van wat er gevonden wordt aan de aangetroffen labs en wat er geproduceerd wordt, dat dus voor het buitenland bestemd is.